een boek gemaakt over rond 1900. Twee boeken, jaren 50, 60. Eén boek, jaren 80. Een millenniumboek, samen met Albert Vondeling, 2000. En datgene wat ontbrak, daar ben ik nu mee bezig. De eerste helft, 20e eeuw, jaren rond 1900, tot en met de jaren 50. En, ik moet wel zeggen gewoon, het kost 15,95. Dat is natuurlijk een koopje, want zo'n boek moest minstens 22 euro kosten. Zo'n dik boek met 350 pagina's. Maar die sponsors, dus eigenlijk heel Almelo heeft het boek gesponsord al, die hebben een aantal afgenomen. Daardoor kan het voor die prijs gewoon. Nico, wel heel bekend, Nico. Ken je hem? Nico Beumer. Nico Beumer, ja. Nico, kom je er binnen? Ja. Ik zal er even signeren voor je. Zo. 6-10-2018. Dat de firma Steiland uit Hoorn, die heeft die havenkom gedempt. Hebben ze eerst een hele heuvel gemaakt, dat het er flink inzonk. En later hebben ze hem die helemaal gevlakt. Dat was in 1953. Het beroemde postkantoor. Oude postkantoor. Hele mooie foto. Hier staat een boer in zijn nieuwe. Hij heeft nieuwe klompen aan, zie je. Hij ging de stad in met de spliksplinter nieuwe klompen. Of ze waren wit, maar helemaal perfect. Op diezelfde plek is nu het Amaliaplein. Dat was het kantoor van de wolspinnerij van J. Ter Bos. Ik dacht wel, voor de Eerste Wereldoorlog hadden ze al wel aan het spinnen. Dat was een hele grote film. Ja. Aan de Hofstraat, het badhuis. Je ziet het interieur van het badhuis. Je had dus daar douches. En je had het bad. En toen, als klein kind, kwam je dus eerst in een tobbe. Had je zeven broertjes. Nou, dan moest je wachten tot al die zeven broertjes in de tobbe waren geweest. Dan kon jij als laatste in die tobbe. Dat was niet fijn. En als je wat ouder was, een jaar of 10, 11, dan kon je met je vader mee. Dan kon je naar het badhuis.